ben ongeveer 4 jaar geleden hier in de buurt komen wonen. En toen hebben wij eigenlijk de Wielerwaal ontdekt en gezien dat er wat ging gebeuren. En toen dachten wij, oké, als woningen geslopen gaan worden, dan willen we toch wel als fotograaf weer dan gaan vastleggen wat er nog is. En zo zijn we eigenlijk in de Wielerwaal beland, op straat gewoon mensen ontmoet. Toen is er een fotoreportage uitgekomen. Roland die doet ook interviews met mensen. Het is een wederopbouwwijk, in 1949 opgeleverd. Eigenlijk was hij voor kortere duur bedoeld, 25 jaar, maar hij is er nog steeds. Ruim 70 jaar nu. Hier is een bijzondere gemeenschap ontstaan. De gemeenschap is nog steeds intact. Ja, het is eigenlijk spelenderwijs gegaan. We gingen hier rond, we gingen wat foto's maken. Gewoon eigenlijk eerst voor onszelf. En toen dachten we, ja, dat kan een mooi fotoproject worden. Op deze foto hier voor mij, het openingsfeest daarvan. Want een expositie van 70 foto's in een van de oorspronkelijke huizen. En dat huis was ook nog helemaal in de oorspronkelijke staat. Dat was heel erg leuk. En gaandeweg genereert dat wat meer aandacht en publiciteit. En om die reden konden we wederom meedoen, maar nu met een veel groter project. Wederom het Charlo Speciaal. Door corona is dat helaas niet doorgegaan, maar we konden wel de foto-expositie maken. Ja, die foto's hangen hier nu sinds een aantal maanden hier aan de bouwhekken. En zullen waarschijnlijk ook in de hele periode van de bouw hier blijven hangen. Nou ja, dit jaar met de coronamaatregelen komt het ook heel goed uit om een buitenexpositie te hebben. En wij vonden het belangrijk om te laten zien wie nou de bewoners zijn die hier nu nog wonen. Dus wat het gezicht is eigenlijk van de Wielerwaal. Die woont hier nog. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal natuurlijk. Je ziet hier de foto van Alice met de bloemen. Zij woonde bij de speeltuin en zij heeft hier een hele fijne jeugd gehad en zij hoopt hier te blijven en als ze later een gezin heeft, dat ook haar kinderen heel veel plezier gaan beleven hier op dezelfde manier zoals zij dat heeft beleefd. De foto's blijven hier waarschijnlijk gedurende de bouwperiode hangen. Die zijn dus gewoon te zien voor iedereen. En ze kunnen op de website van Charlo Speciaal kijken.